Nou, toen was er wel behoorlijk wat gedoe. Ik moest wel politiebegeleiding hebben naar mijn lezingen. Welkom bij Spiritualiteit van Nu staat het in de sterren. Video's van astrologie en witchtalk worden 66 miljard keer bekeken op TikTok. De HEMA verkoopt een manifestatiedagboek. En er zijn in Amsterdam meer dan 20 kristallenwinkels. Starbucks speelt in op de astrologie-hype. Met een app die vertelt welke koffie past bij je sterrenbeeld. En op televisie is het niet gek om jezelf kenbaar te maken als spiritueel. Spiritualiteit is iets groots, is iets voelen in jezelf. Spiritualiteit, als je dat durft, dat je dat jezelf aan durft te gaan, dat zijn de krachtigste mensen. Het gebouw blijkt nieuwe bewoners te hebben gekregen. Oh. Nee! Hallo? Hallo. Ik ben Joris en ik ben op zoek naar Boeddha-beelden, maar ik zie hier iets en ik denk, maar dit is toch een kerk? Spiritualiteit voor mij is een vrijheid en dicht bij jezelf zijn. Besef dat we eventjes tijd hebben, dat er niets hoeft. Als je ze dat al heel vroeg meegeeft, ja, tuurlijk ga je dat terugzien in de wereld. Hoi. Dag. Amoedra. Willem. Hoi. Amoedra. Ja, het is een spirituele naam eigenlijk. Oh, oké. Ja. Heb ik hier wat te zoeken? Zeker, want iedereen is spiritueel. Je kan niet spiritueel leek zijn. Nee, want wij zijn spirituele wezens met een aardse ervaring. Dit is mijn ruimtepak, dat is jouw ruimtepak. Dus iedereen is spiritueel. Ja, waar komt deze hang naar spiritualiteit vandaan? En wat geeft het ons en heeft het ook een keerzijde? Mijn naam is Rogaya Sek. Ik ben hier programmamaker in de Bali en zal deze avond leiden. Maar deze avond heb ik zelf niet georganiseerd. Die is georganiseerd door Julie Wortman, Amber Groen en Amina Bangura. En dat is de Bali Academie, de huidige lichting van de Bali Academie. Zij zijn hier begonnen in februari en eindigen hiermee hun stage. Nou, dan gaan wij naar de eerste gast van vandaag, Suzanne Smit. Zij studeerde culturele studies aan de Universiteit van Amsterdam en is al jaren actief als schrijfster en moderne heks. Een heel warm applaus voor Suzanne Smit. Hallo, welkom. Dank je. Een moderne heks. Ja. Wat betekent daar dat? Daar gaan we al, hè? Ja. Lastige term. Vergiftigd natuurlijk ook. En daarom ook een soort geuzennaam. Vroeger betekende het wikken, betekende oude wijze vrouw. En plaatselijke wijze man of vrouw, eigenlijk, als ik het goed zeg. En daarna is het natuurlijk in het christendom is het heel gevaarlijk geworden om als heks natuurlijk te worden aangewezen. Want dan ging het iets heel anders betekenen. Mm-hmm. Dan werd eigenlijk de uitvinding, noem ik het altijd maar, van het christendom, de duivel, werd geprojecteerd op
Mensen die op een of andere manier uit de pas liepen. Ja. En dat wilde je niet natuurlijk, een heks genoemd worden. Maar oorspronkelijk was het iets moois. Dus ik dacht, en heel veel met mij, van ja, die pre-patriarchale, eigenlijk Europese natuurreligie met zoveel mooie aspecten erin, die past mij wel. En dan is het dus zo'n 20 jaar geleden dat je jezelf eigenlijk heks bent gaan noemen, als ik het goed Ja. Hoe heb je dit de afgelopen 20 jaar de omgang met spiritualiteit om je heen zien veranderen? Nou, als we het specifiek hebben over moderne hekserij, dan had ik in 2001, toen dat boek uitkwam en toen ik ze uit de bezemkast ben gekomen, zullen we maar zeggen. In allerlei talkshows ook natuurlijk. En ik was hoe oud was ik? 28, 27. Toen was er wel behoorlijk wat gedoe. Ik moest wel politiebegeleiding hebben naar mijn lezingen. Want vooral islam en ook wel dat hele strenge christendom, die hebben natuurlijk hun eigen ideeën daarover. En die denken echt dat je met demonen bezig bent, terwijl dat helemaal niet bestaat in de oude religie. En in geen enkele natuurreligie. Ik noem dat altijd morele dualiteit. Hè? Dus engel, duivel, hel, hemel, goed en kwaad. Dat is echt iets van de patriarchale religies en niet van natuurreligies, waarbij alles ten dienste staat van elkaar en alles zorgt voor evenwicht. Mm-hmm. Maar goed, dus daar had ik wel last van. Ik heb dat toen natuurlijk niet kenbaar gemaakt, want dan wordt het nog groter. En de dreigbrieven, er waren protesten. Mensen die demonstreerden bij mijn lezingen. Die dan met Jezus red gingen staan als ik ergens een lezing gaf. En als ik dan dat vergelijk, want daarna, ik ben toch gewoon romanschrijver. Het is niet mijn beroep, hè, heksen zijn. Zoals christen ook niet je beroep is. Dus toen heb ik dat eigenlijk gewoon alleen maar even in mijn privéleven gelaten. Ben ik gewoon romans gaan schrijven. En toen kwam er een 20ste jubileumeditie van Heks uit. En ik ging dat voorwoord opnieuw schrijven. En ik dacht, ja, maar in die 20 jaar geef ik het heel anders handen en voeten echt. Ben ik minder van de vorm bijvoorbeeld, maar meer van het echt in mijn leven integreren. En toen kwam dat boek uit, De Wijsheid van de Heks. Nou, en toen was de ontvangst totaal anders. Dus het was 20 jaar later. Ja. En ineens was er een bereidheid, ook van serieuze pers, om het te hebben over de heksenvervolgingen. Om de totaal andere benadering. Het werd niet meer beschimpt. Het werd niet meer geridiculiseerd. Mm-hmm. Er werd naar me geluisterd. En dat was, nou, dat vond ik een hele mooie verschuiving. Kijk, het is ook wel meer gemeengoed geworden. En daardoor, dat heeft weer zijn eigen valkuilen. Daar gaan we het allemaal nog over hebben. Ja. Maar de bereidheid om gewoon, nou ja, is te luisteren was veel groter. En er zijn geen bedreigingen meer geweest. Dat is fijn. Dat is mooi, ja. Dan wil ik ook graag uitnodigen Elpine de Boer. Zij is hoogleraar religiepsychologie aan de Universiteit Leiden. In haar werk kijkt ze naar waarom mensen antwoorden zoeken in een alternatieve realiteit. Graag een warm applaus. Dank je wel. Dank je wel. Ik ben geen hoogleraar hoor, maar universiteit. Nou, dan docent. Heb ik mij verkeerd ingelicht. Sorry. Universitair docent. Ja. Die hang naar spiritualiteit. Is die er überhaupt? Of is het alleen maar iets wat we denken te zien? Dat is een hele goede vraag. Of die er is. Als ik afga op de rapportages. In Nederland wordt natuurlijk heel veel onderzoek gedaan ook naar religie en spiritualiteit en zingeving. Dan zien we eigenlijk nog niet in die rapporten terugkomen dat er nou over de hele linie een toename zou zijn in spiritualiteit. Maar wat natuurlijk wel interessant is, is dat we leven in een van de meest geseculariseerde landen van de wereld. Dus ongeveer 85% van de mensen op de wereld is religieus. En vaak gaat dat ook wel samen met spiritualiteit. Dus spiritualiteit binnen religies. Maar als we naar Nederland kijken, dan is eigenlijk die secularisatie in de jaren 60 en 70 heel erg toegenomen. Maar dat betekent natuurlijk niet dat iedereen atheïst is. De meeste mensen zijn eigenlijk agnostisch.
Wat betekent? En dat betekent eigenlijk dat ze zeggen van ja, ik geloof eigenlijk niet omdat ik het niet weet. Omdat je het nooit zeker kan weten of God bestaat. En het is natuurlijk ook niet zo dat mensen niet op zoek zouden zijn naar zingeving. En niet allerlei ervaringen hebben van verbondenheid. Suzanne die beschreef net al heel mooi hoe je verbondenheid kan ervaren met de natuur, maar ook met anderen. En vaak is het zo dat mensen daar niet echt een soort verklaringskader voor hebben. En ook om die reden ook wel steeds meer op zoek gaan naar andere wereldbeelden, andere mensbeelden. En wat ik zelf heel interessant vind, is dat in Frankrijk, wat ook een van de meest geseculariseerde landen is, dat ze daar onlangs in onderzoek wel hebben aangetoond ook, dat er wel degelijk een toename is in die spirituele hang bij jonge mensen. Dus het zou mij niet verbazen als we dit straks ook hier in onderzoek gaan zien. En wat ik verder ook deel met de observaties van Suzanne, is dat er een enorme openheid en veel meer bereidheid is om, zeg maar ook in de media die ik lees, om het daar te hebben over spiritualiteit, zingevingsvragen, ontregelende ervaringen, waarbij mensen eigenlijk loskomen van hunzelf. Iets wat jongeren sowieso wel graag opzoeken, om daarmee te experimenteren. Ook misschien wel drugs. Maar ook op andere manieren, ecstatic dance bijvoorbeeld. Zonder drugs. Soms ook wel getriggerd door ontregelende ervaringen. We hebben toch ook te maken met een generatie die corona heeft meegemaakt. En soms is het zo dat als je zulke heftige ervaringen meemaakt, dat je ook dan gaat nadenken over andere manieren van je verhouden tot jezelf, tot anderen en tot de wereld. Mm-hmm. Dus dat zijn allemaal ontwikkelingen waarvan ik denk, Ik deel jouw mening van dat er toch iets in beweging is, wat anders is dan 20 jaar geleden. Maar we zijn natuurlijk allemaal, zijn we denk ik, meer op zoek naar ervaringen. Want dat is volgens mij het grote verschil tussen religie en spiritualiteit. Is het religie is natuurlijk een systeem wat vast ligt en daar zit vaak zo'n tussenlaag. En die persoon heeft toegang tot God, zullen we maar zeggen. De dominee of de priester of wat dan ook. En bij esoterie ben jij degene die het contact legt. En het is veel vrijer en het is veel meer zelf vorm te geven. Ja, dus dat maakt het misschien veel beter geschikt voor deze tijd. Ja, zeker die meer individuele kant. En dat is en de beleving. En de beleving. In plaats van het woord, het schrift. Dat is trouwens ook wel iets wat de jonge mensen vaak ook aantrekt. En dat er nog iets van de vrijheid in zit. Ja. Maar het is wel zo dat er ook wel weer een overlap zit. Tussen als het gaat om spiritualiteit. En tussen mensen die dat toch ook binnen religieuze gemeenschappen beleven en ervaren. Zeker. Zou jij het verschil zien? Hoe ik dat verschil zie? Ja, tussen religie en spiritualiteit. Nou, natuurlijk wat Suzanne ook zegt in de zin van het feit dat we te maken hebben met instituties en oude tradities. Dat zijn verschillen. Mm-hmm. Maar uit onderzoek blijkt dat dat ook mensen natuurlijk binnen religie, het hangt er natuurlijk ook vanaf welke religieuze stromingen, maar dat die ook spiritualiteit ervaren. Ja. En daar ligt de nadruk dan veel meer op concepten als verbondenheid, verbinding, waar we het ook al over hebben gehad, en ietsjes minder op dingen als zelfactualisatie, zelfontplooiing. Ja. Dat en is ook het spirituele gevaar. Technieken en zo. Ja, dat is natuurlijk ook het gevaar in de spirituele gemeenschap, is dat je aan cherrypicking doet en alleen maar die self-care hebt. Mm-hmm. En een heel systeem kan natuurlijk beklemmend zijn en beperkend, maar het pakt wel alles. Terwijl Zeker. Als je zelf gaat zoeken, kan het zo opportun worden en zo oppervlakkig en alleen maar
weet je wel, over jezelf gaan. Ja, want hoe zie jij de verhouding tussen dat collectivisme en het individualisme als het gaat om spiritualiteit? Nou, ik denk dat er een grote valkuil is van spiritueel geïnteresseerde mensen, is dat ze te veel gaan navelstaren. En dat het hele gegeven van zoek nou je gemeenschap op. Hè? Mm-hmm. Dus ook je buurvrouw en ook de natuur in je buurt, het nabije. Waarin ook heel veel goddelijkheid zit. En heel veel eigenlijk gronding die je nodig hebt. En dat het, dat het een beetje wegvliegt zo. En vaak ook dat het alleen maar als we het even hebben over de bovenste chakra, zeg maar. Dus het gaat het hoofd. Dus zeg maar mensen die heel veel met spiritualiteit bezig zijn, hebben vaak van die uitspraken van alles is liefde en alles is. En dan dat zijn van die dingen waarbij je denkt van ja, maar ga ook naar die onderste chakra's. Waar veel meer gaat over. Jouw plek in de wereld en of je geworteld bent. En dat is net als met een boom, die moet ook niet helemaal naar boven gericht zijn. En dan wordt het ook een soort vlucht. Ja, de bedoeling is dat het juist heel erg om gevoel gaat. Wat maar zeg je? Dat het de bedoeling is, of nou ja, dat het om gevoel zou moeten gaan, maar dat het dan heel rationeel kan. Nee, ik bedoel niet mentaal. Ik bedoel alleen het hogere. Dus ik bedoel eigenlijk net zoals een boom. Zijn wortels naar de hemel strekt. Ja? Zo diep moeten ook die. Ja. Okay. Zijn takken naar de hemel strekt. Zo diep moeten ook die wortels in de aarde zitten. En ware geaarde spiritualiteit zou ook zo moeten zijn. Een beetje waar het zweverig. Het wordt zweverig. Ja, van en dat komt. Het geen escapisme wordt. Ja, oké. Okay. Dan wil ik graag onze volgende gast ook uitnodigen. Jim van Os, hoogleraar, wel hoogleraar. psychiatrie en voorzitter van divisie hersenen van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Graag wil ik uitnodigen Eva Hofman, onderzoeksjournalist en technologieverslaggever bij de Groene Amsterdammer. Daar publiceert ze over internetcultuur, feminisme en de macht van big tech. Welkom Eva. Ja. Geestelijke gezondheidszorg, hoe zie je daarin terug, zeg maar, waar we het net over gehad hebben? Ja, dus ik denk wat we zien en wat we leren eigenlijk van de verhalen van de mensen die het kunnen navertellen. Want als je dus, wat mensen vertellen, als je dus de extreme grensstaten van de geest hebt moeten verkennen. In de vorm van stemmen of kwellende suïcidaliteit of verslaving die haast je wil lijkt over te nemen. Als je daar vandaan komt, dan zeggen de mensen dat de manier om daar te leren mee omgaan, het is een leerproces, is een lange, kronkelige, onvoorspelbare weg. Maar één ding is zeker, er zijn wat ze noemen turning points. En die turning points lijken heel erg op mystieke openbaringen, inzichtachtige ervaringen. Waarbij en verbondenheidservaringen, waarbij mensen zeggen, ik zat 6 jaar op een opnameafdeling in de GGZ. Ik kon alleen maar naar mijn stemmen luisteren. Die zeiden, snijd jezelf in je armen. Tot ik iemand tegenkwam die zei, puntje, puntje, puntje. En dan beschrijft men een soort perspectief dat er niet eerder was. Een diep inzicht. Dat heel erg lijkt op het inzicht van de spirituele ervaring. Waardoor niet de stemmen weggaan, maar de verhouding tot de stemmen anders wordt. En volgens mij is het dus zo dat je niet beter kan worden van psychisch lijden zonder te leren bij die spirituele ervaringen te komen en daar iets mee te leren doen. Is daar ook een taak weggelegd voor de GGZ, zeg maar, de psychiaters, de psychologen, de... Ja, ik denk het wel, want het lijden van dat je ziet in de psychiatrie, dat hebben wij gereduceerd tot symptomen en diagnosen. Dat nodigt niet erg uit om mensen te helpen bij hun spirituele eigenschappen te komen, om die inzichten te ontwikkelen en daar verder mee te kunnen komen. En het is niet voor niks, denk ik, heel interessant dat we nu zeggen, ja, die antidepressiva die werken eigenlijk niet. We moeten psilocybine hebben, we moeten gaan trippen.
Dat is de nieuwe psychiatrie. Dus de doktoren nemen niet het woord spiritualiteit in de mond, maar zeggen dat we pillen moeten nemen die ontstijging teweeg brengen. Maar het woord ontstijging gebruiken ze ook niet. Het blijft een soort medisch verhaal. Ja. Dus wat zou je dan voorstellen? Of wat zou dan? Ja, ik zou voorstellen dat we dat we spreken van biopsychosociaal als het over dingen in de mentale ruimte gaat. Maar ik denk dat het biopsychosocial existentieel spiritueel is waar we over moeten praten. En dat we veel breder moeten kijken en echt meer aandacht moeten hebben hoe in 80% van de wereld psychisch lijden wordt gekanaliseerd op hele andere manieren dan de evidence-based manier van de hoge inkomenslanden. Maar kun je zeggen dat eigenlijk dat psychische lijden komt ook vaak, of komt niet door, maar gaat vaak samen met het gevoel van afgescheiden zijn. Afgesneden van het geheel. Klopt. Ja. Echt geïsoleerd. Ja. Terwijl een spirituele ervaring, dat ik overstijgende, dan voel je je gedragen. Ja. Dan ben je onderdeel van een geheel. Ja. Dan heb je die eenheidsbeleving. Ja. En hoe dat ook kan, dat weten we niet, hè? Nee. Maar goed, het werkt wel. Ja, dus klopt. Of het door drugs is, door... Nee, precies. Dus we hebben wel eens eerder een debat gehad aan deze tafel over moeten we nou allemaal psilocybine gebruiken bij depressie. Ik zou zeggen, als je zegt het is ontstijging waar we op naar zoek zijn, er zijn een heleboel manieren om ontstijging te faciliteren. Hoeft niet meteen chemisch te zijn. Nee, dus je kan ook misschien heel hard gaan ecstatic dance gaan doen of zoiets. Bijvoorbeeld, of een ontmoeting die doordringt in je wezen. Ja. Heel even iets anders. Manifesteren, het was al langs gekomen. Eva, wat is het? Manifesteren? Ja. Wensdenken, zou ik zeggen. Op een bepaalde manier bezig zijn met dat waar je naartoe wil, dat wat je wil zijn, dat wat je wil hebben. En daar zulke stappen in zetten dat het uiteindelijk naar je toe komt. Mocht het nou zo zijn dat het niet naar je toe komt, dan kan het zo zijn dat je dat niet op die manier gewild hebt, of dat het universum dat niet op die manier voor jou gewild heeft, dus dat er een ander pad voor jou ligt. Dat beter bij jou past. Ja. Nou, ik ben het voor een heel groot deel met je eens. Want het is het manifesteren, drang die er nu is, is zo'n vereenvoudiging van hoe ik het zou zien. Ik ben natuurlijk wel wat spiritueler dan jij, maar ik wijs daar ook altijd mensen op dat het niet een soort bestellen bij het universum is, hè? Iets wat je wil. Want dan wordt het... Dan ga je de reis uit de weg. Wat ik wel geloof is als je met je diepste wezen uitspreekt wat je verlangens zijn, en als dat geen ego-gedreven verlangen is, dus iets wat status, geld of wat dan ook oplevert, waardering, maar dat het een zielsverlangen is, dus wat dieper gaat. Je weet niet waar het vandaan komt, maar voelt heel, heel wezenlijk. Dat als je dat uitspreekt, dat er dan vanuit het universum dingen op je pad komen die dat in de weg zitten. Want je wil dat toch bereiken? Mm. Nou, dan komen er dingen... Want je hebt het nog niet, je wil het bereiken. Wat zit daar dan in de weg? En dat komt dan... Daar word je mee geconfronteerd. En dat is natuurlijk niet de versie van manifesteren die heel veel mensen willen horen. Want ze willen gewoon horen wat je uitzendt, komt naar je terug. Wat je wil. Dat is zo jammer. Want het is veel interessanter dan dat. Ja, het is veel spannender. Zeker. Ja. Oké, wacht, ik kom zo meteen weer bij je terug, want daar wil ik ook meer over horen. Maar je had het al over dat je het niet moest hebben over geldzaken. Nee, dat is precies wat jij dat als lijkt goed me de eerste wel rode hebt vlag. Gedaan, geloof ik. Ik heb het zeker over geld gehad, ja. Nee, want jij bent gaan manifesteren voor een artikel in De Groene. Ja, dan moet ik bijzeggen dat ik dat heel kort gedaan heb. Maar de reden waarom ik dat doe is voor De Groene Amsterdammer doe ik onderzoek naar hoe ideeën over het internet reizen. Dus ik heb het nu specifiek over hoe het online debat gaat. En dan kijken we dus naar hoe gaat een verhaal van de randen van het debat naar de mainstream en hoe nemen mensen dingen van elkaar over, welke rol heeft technologie daarin. En een van de dingen die op mijn pad kwam, en nogmaals, ik ben niet zo heel spiritueel, ik ben ook niet super cynisch of zo, dus ik zie heus wel van alles. Maar in mijn redelijk niet-spirituele feed kwam ik ineens allemaal filmpjes tegen over manifesteren. En, in 30 dagen miljonair In 30 worden, dagen, ja, of in 5 dagen, of in een cursus waarin je wel eerst
paar duizend euro moet investeren. Maar ja, het komt ook echt weer terug. Ja. En dat stuit mij ontzettend tegen de borst om heel veel redenen. Maar een van die redenen is omdat ik net als wat andere mensen hier aan tafel en volgens mij in de zaal geloof dat er heel veel kracht zit in zingeving. En op het moment dat je daar iets makkelijk verhandelbaars van maakt, dat vind ik pijnlijk. En dat is wel wat ik heel erg veel ben tegengekomen. En vervolgens, ik ben een artikel gaan schrijven. Ik ben met spirituele influencers in gesprek gegaan. Die, wat de grote money mindset, het geld naar je toe laten komen. Het in een boekje opschrijven hoe belangrijk het is dat jij geld gaat krijgen en rijk wordt. En in de spiegel zeggen dat er echt geld naar je toe gaat komen. Daar ben ik ook in meegegaan. En is gaan kijken van wat betekent het nou eigenlijk voor mij als ik dat ga doen. Wat betekent het voor jou? Ik blijk erg slecht in mijn zaken op orde hebben. En rituelen inbouwen in mijn dagelijkse, mijn dagelijkse routine. Mm-hmm. Dus het hielp wel om elke dag even mezelf eraan te herinneren dat ik mijn administratie moest doen en zo. wat dat betreft, en ik denk dat dat ook, kijk, je kunt bewustzijn kun je op heel veel manieren een naam geven. Hè? Dus je kunt zeggen ik ben spiritueel bezig, of je kunt gewoon zeggen van ik ben me bewust van het feit dat ik bepaalde verantwoordelijkheden, taken heb in het leven en dat ik die moet uitvoeren en anders rijd ik mezelf in de wielen. En dat, voor mij is het. Ging het meer over dat tijd en het verstrijken van de tijd. Ik begin ook heel spiritueel. Ik heb Byung-Chul Han gelezen. Dat is een filosoof die zich ook heel erg bezighoudt met wat definieert deze tijd nou? En die zei op een gegeven moment, kijk, het verstrijken van de tijd zoals het nu gaat, wordt niet opgedeeld door bepaalde dagelijkse rituelen. Omdat we wat fluider bestaan hebben tegenwoordig. En op het moment dat je dat wel weer gaat inbouwen, dan krijg je heel veel houvast. Dan krijg je dus ook meer betekenisgeving en meer rust in je leven. En hoe je dat dan ook noemt, ik noem het opstaan. En andere mensen noemen het manifesteren voor de dag. En zo. Maar het is niet alleen opstaan, lijkt me, toch? Want het is ook wel. Niet als je bed rollen en denken, oh, ik moest nog ergens even een moment pakken. Ja. Misschien mediteren, dat soort zaken. Een ochtendroutine hebben. Ja. Maar dat op het moment dat er geld, sowieso als het al te duur is. Ik heb ooit een boek geschreven dat heette De Zweefmolen. Toen ben ik, heb ik van alles ondergaan. Dat is echt 15 jaar geleden. Met een kritische blik. Ja, mensen zeg maar binnen de spirituele gemeenschap vinden mij heel kritisch. En mensen in de mainstream vinden mij heel zweverig. Dus ik zit ergens kennelijk in een mooi midden, denk ik dan altijd maar. Maar dat boek was echt bedoeld van jongens, net zoals toen nog. Als je een reis boekt, dan ga je research doen. Dan ga je misschien wel naar een reisbureau. Ja. Wees een goede kritische consument. En denk niet dat als je bij de eerste de beste behandelaar over de drempel stapt, dat sowieso goed is. Dus behoud je denkvermogen en je onderscheidingsvermogen. En op het moment dat het natuurlijk veel kost, dat is de eerste rode vlag. Maar ook als dit soort. Vroeger had je de Secret, zegt jullie dat iets? Ja. En dat was is het ook weer? Zo'n. 2010. Ja, dat was een gigantische 2006. Hype. En dat is eigenlijk de voorloper van wat manifesteren nu is. Want het was alleen maar. Energie trekt gelijksoortige energie aan. Punt. Ja, het was een boek ook. Ja, maar dat is één natuurwetje die eigenlijk buiten de wetten valt, die zoveel complexer is. Alleen dat is er uitgehaald. Dus het is zo gesimplificeerd dat het heel veel mensen aanspreekt. En dat is wensdenken. De organisatie van deze avond, jullie Anne en Amina. De techniek wil ik ook bedanken. En natuurlijk al onze fantastische gasten en Mark. En tot de volgende keer.